Een leporello? Leporello. Uit Thailand? Ja. Ja. Het is niet heel oud hoor, ik denk eind 19e eeuw. Deze geschriften die werden verzameld in kloosters, boeddhistische kloosters in Thailand. Ik heb er ook in het Birma, die is kleiner, maar deze komt dan uit Thailand. En het zijn, wat ik begrepen heb, is het zou zijn de legende van een boeddhistische monnik uit de tijd van Boeddha zelf. De oorspronkelijke tekst is geschreven in het Singhalees van Ceylon, zo in de 2e eeuw voor Christus. En daarvan is dit dan weer een Thaise vertaling, die uit ongeveer de 14e, 15e eeuw na Christus. Het blijkt dat je twee soorten Thais hebt. Je hebt het, zeg maar het gewone Thai, wat de mensen onder elkaar spreken, en je hebt de hoftaal. En dat schijnt behoorlijk van elkaar te verschillen. Okay. Ja, bij ons praat je ook wat netter tegen de koning en de koningin dan tegen de buurman. Maar in Thailand is het bijna een andere taal die ze daar, een andere versie die van de taal die ze daar gebruiken. Nu vermoed ik kan geen Thais, nu vermoed ik dat dit volkstaal is, omdat deze teksten werden gebruikt voor godsdienstoefeningen en werden ook vooral gebruikt om ter lering en de vermaak voor het volk. Dus ja, dan moest dat wel in de volkstaal zijn, want de mensen die beheersten natuurlijk die koningstaal niet zo goed. Maar goed, dat weet ik dan verder niet. Je gaat hem nog exposeren, wanneer ga je dat doen? Je gaat hem exposeren, dat weet ik nog niet wanneer. Want ik vraag me ook af, ik kan hem zo neerleggen. Kijk, die vitrine is eigenlijk zou ik hem het liefst helemaal uitdoen. Helemaal over de wand. Ja, maar dat is meters. Dus dat kan niet in dat vitrinetje. En ja, kan ik niet veel meer doen dan een beetje voorzichtig zijn. Nou, met die prenten erbij is natuurlijk wel extra fraai. Eigenlijk kan ik niet meer dan dit tentoonstellen, want meer kan er niet in die vitrine. Maar het is, eigenlijk het is, zou ik hem het liefst een keer helemaal in de lengte uitvinden. Ja, dat is toch wel heel bijzonder. En dan filmen, hè? Ja. Het is, nu zeg ik dat het bijzonder is. Ik twijfel eraan hoe dit materiaal in Europa terechtkomt. Ja. Net als die Burmeese die ik een paar jaar geleden gekocht heb, die veel, veel kleiner is. Denk ik, zitten bepaalde boeddhistische kloosters in Thailand om centjes verlegen en verkopen ze maar wat van die oude rommel aan de buitenlandse opkopers maar tegelijkertijd, ik heb het nog nooit gezien, ik vind het toch bijzonder dat geloof we hebben het gewoon in de ZB, hè? Ja, ja, ik vind het dus bijzonder. Deze is in ieder geval goed terechtgekomen. Ja, en maar een mooi ik denk beetje. Dat ook particulieren die dingen kopen en dan verdwijnen ze in kluizen en in kelders en op zolders. En hier is die in ieder geval, wordt die ontsloten en eventuele onderzoekers kunnen hem terugvinden en kunnen hem ontcijferen als ze dat willen. Of kunnen die schilderingen misschien duiden. Daar is nog een heleboel aan te doen, denk ik. Het bijzondere van deze bibliotheek is juist dat je dingen hebt die je blik op de wereld verruimen. Precies, en daarom vind ik het zo mooi om dit hier aan toe te voegen, omdat het iets zegt over Zuidoost-Azië. Ja. En Ik hoop dat ik er ooit een keer wat mee kan. Ik hoop het ook. Dan komen we terug op het vervolg. Dankjewel, Marines.